Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe adventskalender. Jullie weten, ik unbox er superveel elk jaar. En dit jaar ook weer. Er staan er ook al een aantal al op mijn kanaal. En vandaag heb ik er eentje van Douglas. Elk jaar heeft Douglas echt een heleboel adventskalenders. Afgelopen jaar heb ik er ook een aantal voor hun unboxed. Ik moet zeggen dat over het algemeen ik niet zo blij was met hun kalenders. Maar deze keer ben ik gegaan voor volgens mij iets van de grootste met heel veel verschillende merken. En ik dacht, ja, dan heb ik gewoon de grootste kans op een goede kalender, want ik wil niet gewoon mijn geld verspillen. Ik heb hem dus gewoon echt gekocht. Ik heb hem niet ontvangen of zo. Dus ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. En het maakt me ook extra enthousiast omdat het allemaal verschillende merken zijn. En ik gewoon echt absoluut niet weet wat ik kan verwachten. Afgelopen jaar waren het een beetje de Douglas huismerk kalenders die niet zo goed waren. Dus vandaar dat ik nu niet ben gegaan voor de huismerk kalenders, maar gewoon voor de andere merken. Dus laten we het gewoon doen. Ik ben heel benieuwd. Vind je het nieuwe leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, dit is dan de kalender. Dit is de Douglas 24 Exclusive Beauty Highlights for You kalender. En hij was €50. Dat heb ik ervoor betaald. En er staat hier ook op heel groot dat het een waarde heeft van €350. Dus dat is €300 meer dan dat je hebt betaald. Dus dat is echt een hoop. Dus ik hoop gewoon dat hij echt goed gaat zijn. Ik vind hem qua verpakking er al wel heel mooi uitzien. Ook zo'n mooi strikje. Het ziet er echt uit als gewoon een groot cadeau. En het zijn dus weer gewoon 24 vakjes. Het is dan de bedoeling dat je vanaf 1 december elke dag één vakje openmaakt. Tot aan kerst 24 december. Maar je kunt ook gewoon alles in één keer unboxen zoals ik nu ga doen. Als je dus niet wilt weten wat hierin zit, bekijk dan deze video vooral niet. Want ik ga alles laten zien. En het is gewoon heel leuk om dit gewoon te houden. Maar ook heel leuk om het als een geschenk aan iemand anders te geven. Ik zal ook even heel snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze matte liquid lips. Ik op van Makeup Revolution van de TC collectie. En dit is in de kleur, ik weet niet. Maar er is er maar één. Er staat verder geen kleurnaam op of zo. Maar het is wel van de Joker collectie. En er staat online dat het een lipgloss is. Maar het is geen lipgloss. Letterlijk helemaal mat zoals je kunt zien. Maar echt een prachtige rode betaalbare kleur. En deze hele mooie soft glam make-up look heb ik gemaakt voor Instagram. Dus volg me daar als je deze look wilt zien. Als het goed is, staat hij al online. En anders komt hij er nog aan. Oké, jongens. Laten we gewoon snel gaan beginnen. We hebben genoeg gepraat nu. Ik ga openmaken. Hij is niet al te zwaar. Ik maak gewoon een stripje open en dan maak je hem zo open als een soort van boek. En dan zijn dit alle vakjes. En we gaan gewoon gelijk beginnen met nummer 1. Die is hier. Ik kan hem alleen helaas niet zo goed vasthouden. Wacht, misschien zo. Ja, zo. Dan kunnen jullie echt gewoon gelijk zien wat erin zit. Ik weet niet wat het is. Ik zie hier ook gelijk een tekst waarin wordt verteld wat het product is. En jullie weten hoe vaak ik in mijn adventskalenders moet opzoeken wat iets is. Dus ik vind het nou wel fijn dat dit gewoon hier staat en ik niet helemaal hoef op te zoeken. Oké, ik zie hier van Apricot gezicht patches. Dit zijn van die gezicht patches voor mensen die hier zo vooral van die rimpeltjes hebben. Je plakt hem gewoon zo hier op, zoals je hier ook dus ziet op de afbeelding. En dan wordt dat hopelijk minder. Er zit ook hyaluronzuur in. Maar goed, ik heb dat echt totaal niet. Ik heb helemaal geen frons. Dus ja, voor mij is het niet echt nodig. Dus alles wat ik niet gebruik wordt gewoon weggegeven. Oké, nou ik vind dit al wel een heel apart eerst product. Ik denk dat als je zo'n frons hebt, je hier wel happy mee gaat zijn. Ik ben ook echt heel benieuwd of dit ook echt zou werken. Oké, dan hebben we hier nummer 2. Deze is best wel klein. Oh, van Kies. Kies is het skincare merk van Alicia Kies. En dit is een mini versie van een gezichtscreme. Ik heb nog nooit iets van haar lijn getest. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de kwaliteit. En er staat op dat dit je gezicht hydrateert en weer mooi laat glanzen, et cetera. Je moet het in de ochtend en in de avond gewoon zo op je gezicht smeren op een schone huid. Dus het is gewoon basically gewoon een gezichtscreme die hydrateert en een glow achterlaat. Een mooie glans. Deze wil ik wel echt gaan proberen. Ik ga hem even openmaken. Het is wel een mini versie. Dit is dan hoe die eruit ziet. Zo'n heel klein potje. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Hier ben ik wel blij mee. Oké, dan hebben we hier nummer 3. Dit is een beetje lang en smal. Oh, dit is een parfum. Abercrombie & Fitch of zoiets. Ik heb geen idee. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik ben heel benieuwd naar de geur. Ik vind dit soort mini parfums altijd best wel handig. Want die breng ik dan mee in mijn tas. Oeh. Hij ruikt lekker. Ik doe hem gewoon gelijk even op. Dan hebben we hier nummer 4. Is best wel groot. Ik ben altijd enthousiast als ze groot zijn. Oh, de Elf Body Primer. Oeh, make-up. Nou, deze ken ik. Deze is geweldig en ik heb hem al. Dit is die ik al heb. En hij is echt
vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Deze is super fijn voor hier zo. Het maakt je gezicht echt super duper egaal. Dus dit is echt een goed product. I love it. Oké, hier is nummer 5. Die is echt heel groot. Ik gok op een gezicht sheet mask. Ja, van Starskin. Starskin is mijn favoriete merk als het gaat om gezichtsmaskers. Maar ik zie hier dat het een handmasker is. Dat vind ik op zich ook wel gewoon leuk, want mijn handen kunnen wat droog worden in de winter en herfst. Dit is gewoon een handschoen. Dat moet je gewoon om je hand doen, een kwartier later. En dan worden je handen weer helemaal zacht en gehydrateerd. Hier ben ik ook blij mee. I love skincare, jongens. Ik doe echt zoveel dingen. Ik gebruik zoveel crèmes en dingetjes gewoon. Ik vind het ook altijd heel leuk om iets te gebruiken wat ik nog nooit heb gebruikt, zoals dit. En dit is echt een goed merk. Het is ook niet al te duur. I love it. Oké, we gaan verder met nummer 6. Die is een beetje een soort van klein. Ik moet zeggen dat alles ook best wel makkelijk open gaat. En dat vind ik ook fijn. Dit is ook een parfum van Ariana Grande. Er staat Ariana Grande R-E-M-E de parfum. Ik hou van parfumetjes. Alles is wel klein, dat vind ik wel minder. Deze ruikt ook wel lekker. Even een beetje op mijn hand doen. Ja, hij ruikt wel echt heel anders dan deze andere. Ik weet gewoon echt niet hoe ik een parfum moet beschrijven, sorry. Maar ik vind die andere iets lekkerder. Maar ja, dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Next up is nummer 7. Die is ook een beetje klein. Een oogmasker, denk ik, van Biotuline. Dat is een heel duur skincare merk, maar heeft echt de fijnste producten ever. En dit is een mini oogcreme. Dat is iets wat ik niet gebruik, dus deze gaat al automatisch naar iemand anders. Maar dit is wel echt een heel fijn merk. Dan hebben we hier nummer 8. Die is ook weer een klein beetje aan de grote kant. Oh, een spons van Real Technique. Kijk dit, hoe mooi, zo mooi lichtroze. Real Technique heeft echt de mooiste semi-betaalbare spons. Of ja, nee, het is gewoon wel echt gewoon betaalbaar. Oeh, deze heb ik nog nooit gebruikt. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik wil hem gewoon gelijk eventjes voelen. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk de echte Beauty Blender nog steeds echt de beste vind. Maar ik begrijp ook wel dat niet iedereen 20 euro wil betalen voor een spons. En er zijn een heleboel anderen die ook gewoon echt goed zijn. Hij is zo ombre. Kijk even hoe mooi dit is. Hij is ook lekker zacht. Wauw. Ik weet niet waarom ik eraan rook. Deze is echt wowie. Hier ben ik echt blij mee. Yay. Dan heb ik hier een vakje nummer 9. Wat zou dit zijn? Oh, ik denk ook iets van een crème. Van Wakame Anayake. Of zoiets. Dat is denk ik Chinees, Japans of zo. Er staat op, dit is een anti-aging gezichtscreme. Dus ideaal voor de iets oudere vrouwen onder ons. En er staat ook op dat het je gezicht een mooie glans geeft. Ik moet zeggen, ik vind het tot nu toe wel leuk. We krijgen echt heel veel verschillende producten. Het enige wat ik wel minder vind, is dat bijna alles echt klein is. Oké, dan hebben we hier nummer 10. Die is ook een beetje lang en smalachtig. Nog een parfum. Oké, ik hoop wel dat het nou wel klaar gaat zijn met alle parfums van Mercedes. Die hebben echt best wel fijne parfums. Ik heb er ook al een aantal van hun. Laten we deze ruiken. Even zo in de lucht. Oeh. Ruikt heel zoet. I like it. Dan gaan we verder met nummer 11. Die is hier. Wat is dit dan? Een crème ook weer of zo? Van Amorelie Care of zoiets. Nog nooit van gehoord. Volgens mij is dit... Jongens, ik denk dat dit glijmiddel is. I'm not sure, maar volgens mij wel. Dat is wel wat ik hier uithaal. Ja, dus ja, als je intiem wilt zijn met je man of met je vrouw, dan kan dit je erbij helpen. Nou, dat was echt iets wat ik echt absoluut niet had verwacht. Oké, we gaan verder met nummer 12. Oké, ook weer iets wat ik niet herken. Van Aveda ken ik ook niet. Leave-in treatment. Ik denk dat dit voor je haar is. Ja, jongens, dit is voor je haar. Dit is een leave-in crème. Je moet die gewoon in je haar doen. En dan wordt je haar weer super sterk. En ja, weer gezond en dat soort dingen. Dus heel fijn voor je haar. Ook wel weer klein. Echt like, bijna alles is klein. Next up is nummer 13. Die is een beetje klein. Ook weer een mini product van 123. En dit is om je gezicht te cleansen. Dus om je gezicht schoon te maken. Hij is wel echt heel klein. Slechts 10 milliliter. Ja, ik weet niet hoe vaak je hiermee kunt doen. Maar goed, dit is gewoon dus om je gezicht schoon te maken. Wel altijd handig om te hebben. Vooral voor iemand als ik die elke dag make-up draagt. Next is nummer 14. Ook weer iets kleins. Ik denk dan ook weer een mini iets. Oké, ik heb hem echt helemaal kapot gemaakt. Dit is van Dr. Suzanne von Schmiedeberg. Waarom kan ik geen enkel merk uitspreken? Anti-aging crème voor een droge huid. Dus dit zou... Ja, ervoor moeten zorgen dat je huid niet meer zo droog wordt en minder snel oud wordt. Ook wel weer echt een beetje belachelijk klein. Dit is echt gewoon zoiets wat je gewoon gratis meekrijgt als je daar iets koopt. We gaan verder. Nummer 15. Oh, het flikkert er gewoon uit.
Van Anne Jacke anti-wrinkle oogcreme. Dus een anti-rimpel oogcreme. Nogmaals, ik gebruik dat niet. En ik vind hem wel weer echt heel klein. Oké, hier is nummer 16. Die is godzijdank weer iets groter. Nog een parfum. Oh, van Gisada, Zwitserland. Hebben we de Ambassadora Eau de Parfum. Laten we gewoon even gaan bekijken. Oké, dit is dan hoe die eruit ziet. Ik wil hem niet opdoen, want ik heb er al nou letterlijk 3 op gedaan. En ik stik hier gewoon in alle geurtjes. Dus ik denk dat ik hem weer gewoon terug hierin doe. En dan gewoon hier iemand anders blij mee gaan maken. Want ik heb er nou onderhand echt genoeg. Volgens mij was dit 16. Dan gaan we nu verder met 17. Waar is 17? Oh, hier. Hier zo in de hoek is 17. Is dit nou gewoon weer een parfum? Ja, maar wel voor de mannen. Dus dat is dan wel weer leuk om aan een man te geven. Hier is nummer 18. Die is ook weer een beetje klein. Oeh, wat is dit? Wat? Ik snap niet wat het is. Oh, dit is een mondspray. Ik ga dat gewoon gelijk proberen. Ik ga stuk. Ja, nee, wat is het? Eeuw. Ik wou net zeggen, het ruikt een beetje naar wiet. En ik zie nou ook echt zo erop staan, CBD. Dus het is inderdaad ook gemaakt met, ja, iets van wietplantjes erin of zo. Ik ben zo dramatisch. Eeuw, nee, I don't like it. Dit was echt vreselijk. Oh, en die geur ook. Ik ga een beetje parfum sprayen om die geur weg te krijgen, want... Oh, dit was echt... Nee. Nou. Oké, we gaan gewoon snel verder met nummer 19. Ik had wel iets meer make-up gewild. Een lipstickje of zo. Oeh, iets van Estée Lauder. Night Repair Creme. Dit is een hele, hele goede nachtcreme van hun. Wel weer een mini versie. En die gaat er ook voor zorgen dat je huid lekker jong blijft. Oké, hier is nummer 20. Die is weer lekker groot. Florence by Mills. Jongens, ik heb hun make-up ooit in een video getest. En het was echt rampzalig. Maar toen zei ook echt iedereen van... Nee, je moet een skincare proberen. Die is echt heel goed. Dus nou kan ik dat doen. Want het zijn dit eye gel pads. Voor zo hieronder. Die gebruik ik echt best wel vaak. Want ik heb hier af en toe dat het een beetje opzwelt of zo. Dus ik vind dit soort pads altijd heel fijn. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Oké, nog 4 te gaan. We zijn bijna klaar. Hier is nummer 21. Oh, een gezichtsroller. Dit is fijn met je skincare. Maar zo eentje heb ik al, dus deze gaat ook weg. Gaan we verder met nummer 22. Oké, dit is een gezichtscreme gericht op de onrustige huid. Dus als je dat hebt, je hebt acne of wat je ook hebt op je gezicht. Dit maakt dan je huid dan weer iets rustiger. Ik persoonlijk heb echt geen onrustige huid. Ik heb godzijdank een hele mooie, egale, rustige huid. Dus ik hoef hem niet. Dus ja, hiermee ga ik dan weer gewoon iemand anders blij maken. Ik vind het wel leuk. We hebben best wel veel crampjes. Maar elke crème is ook wel echt op iets anders gericht. Oké, de laatste twee. Hier is nummer 23. Oeh, Morphe Setting Spray. Jongens, deze is zo fijn. Ik heb er al 2 van hun. Ook dit is wel een kleinere versie. Maar hun sprays zijn echt heel erg fijn. I love it. Dit gaat er echt voor zorgen dat je make-up goed lang blijft zitten. Hier ben ik echt blij mee. Oké, dan de laatste jongens. Nummer 24. Meestal is de laatste het beste. Maar dat is niet altijd. Maar ik hoop het wel weer gewoon nu. Oeh. Wat is dit? Gewoon weer een parfum. Ik moet wel zeggen, het is wel echt een prachtige verpakking. Heel chic, heel mooi. Hij ruikt wel weer ook echt lekker. En dat was het dan jongens. Hij is helemaal leeg, dus hij kan weer dicht. Oké, jongens, wat vonden we van deze 50 euro Douglas kalender? Oké, ik zal beginnen met wat ik er goed aan vind. Ik vind het goed dat we heel veel verschillende producten krijgen. En ook van verschillende brands. En op die manier is het dan heel leuk om weer iets te proberen. Wat ik wel minder vind is dat bijna alles is klein en we krijgen heel veel parfums. Dus als je dat niet wil, dan gaat deze kalender echt niks zijn voor jou. Mij persoonlijk maakt het niet per se uit, want ik hou ervan. Alles wat ik hier heb gehad is bijna allemaal wel gewoon iets wat ik zou gebruiken. En het is niet echt veel make-up, dus verwacht niet allemaal make-up en zo. Het is echt vooral skincare. Dus ja, al met al voor 50 euro. Ik persoonlijk vind het wel gewoon oké. Ik vind het wel oké omdat ik het gewoon leuk vind om dit allemaal gewoon te proberen. En dan als ik iets gewoon goed vind, dan haal ik gewoon wel de full size ervan. Maar goed, dat is dus wat ik ervan vind. Ik ben ook heel benieuwd, wat vinden jullie ervan? Laat het me weten beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!